Missie Christmas is eigenlijk ontstaan vanuit één gedachte. Kunnen we niet voor elkaar aan de slag? Zonder dat we daar iets wijzer van worden, financieel of wat dan ook. Maar gewoon omdat het een goed gevoel geeft. Angelique, de grote initiator van dit geheel, die heeft wat mensen gebeld, die heeft wat bedrijven gebeld. En er zijn een aantal bedrijven die gewoon meteen spontaan ingesprongen zijn. Die ook gratis en voor niets hun diensten ter beschikking hebben gesteld. En enkele daarvan die gaan we vandaag ook in het zonnetje zetten. Zoals bijvoorbeeld de volgende. En dat is Studio Dwars. Ik weet niet of Cara en Lieke in de buurt zijn. Kom eens even naar voren, meiden. Applausje mag hoor, hoeft niet, maar mag wel. Goedenavond. Goedenavond. Hi. Wat hebben jullie bijgedragen aan Missie Christmas? Wij hebben het doek ontworpen. Zij hebben die prachtige wand, die huiskamerwand ontworpen. Want, wat zijn jullie? We zijn een studentenonderneming. Studentenonderneming, sinds? In Sint-Lucas, Bokstel. Ja, maar sinds wanneer? Sinds 2 maanden ongeveer. Sinds 2 maanden. Dus eigenlijk net na het begin van jullie bedrijfje, zal ik maar zeggen, zijn jullie hiermee begonnen. Waarom? We zijn een studentenonderneming omdat we graag willen leren in het bedrijfsleven. En we hebben de kans gekregen van school om die kans aan te pakken. En daarom zijn wij een echt bedrijf. En we hebben ook echte opdrachten. En dit was onze allereerste opdracht. Dus de allereerste opdracht ook nog eens gratis en voor niks? Ja. Ja. Wat was de motivatie om te zeggen, ja, dat doen we? Nou, om een leuke avond te bezorgen voor iedereen natuurlijk, hè. Kijk eens aan. Dus deze dames hebben gewoon vrijwillig hun tijd besteed om hier een prachtig decor te ontwerpen. In de hoop dat iedereen een leuke avond heeft tijdens de tours. Dus als jullie nou iets hebben wat grafisch is en je zoekt een adresje, denk dan even aan deze meiden. Dankjewel, meiden.